René Goosen is al 6 maanden de nieuwe directeur van het slachthuis Sjoerbeef NV, die in de volksmond bekend staat als abattoir. We spraken Goosen in verband met het Idul Adha-feest. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft in een bekendmaking meegedeeld dat het slachten van runderen en kleine herkauwers tijdens Idul Adha uitsluitend toegestaan is in slachthuizen die daartoe een vergunning van de veterinaire diensten van LVV hebben. Slechts Sjoerbeef NV heeft het openbare slachthuis Nikeri en het slachthuis van Jahangir te Lelydorp zijn bevoegd om vandaag te slachten. Goosen vertelt meer hierover. Het is een regel die het ministerie van LVV in verband met de coronamaatregelen heeft getroffen. Maar het is niet alleen bij ons, het is ook bij slagerij Jahangir in Lelydorp. En de mensen kunnen hun runderen aanbieden bij het abattoir in Nikeri. Dus er zijn eigenlijk 3 officiële plaatsen waar je je runder kan offeren dit jaar en slachten. Dus dat wil zeggen dat u hier stringente COVID-19 maatregelen. Dat is correct. Vandaar dat u ook op ons terrein bij de binnenkomst de hostessen ziet. Die de temperatuur opmeten van de mensen, de telefoonnummers registreren, organisatienaam registreren. En de temperatuur en dan of we u hebben doorgelaten ja of nee. Mocht er achteraf iets zijn gebeurd bij ons, kunnen we altijd terugtracen van wie allemaal op ons terrein zijn geweest. Bij deze poort, maar ook bij de poort achterop, waar dus nu op dit moment de nieuwe runderen vanmorgen allemaal weer binnenkomen. Goosen vertelt verder dat er heel veel aanvragen zijn binnengekomen voor slachtingen. Er is uiteindelijk gekozen om deze aanvragen over 3 dagen te verspreiden. Dus het vlees met been wordt over de zaag heen gegaan, in blokjes van 1 kilo ongeveer. Dat verpakken we dan netjes in kratzakken en in kratten van 10, 15 kilo. En precies conform de wensen van de mensen van de moskee. Maar anders dan dat u heeft, dat gaat over de poort, maar welke maatregelen worden binnengebracht? In principe komt niemand van buiten binnen. Ja, binnen is alleen eigenlijk voor onze mensen en natuurlijk omdat we ISO gecertificeerd zijn, ISO 22000 gecertificeerd zijn, hebben we sowieso al een heel pakket aan maatregelen hoe je je moet aankleden voordat je überhaupt eigenlijk naar binnen mag. Ja. Maar de mensen, zoals u daar kan zien, komen tot de expeditie en voor de rest willen we eigenlijk niemand binnen hebben. In het vuilgedeelte van het bedrijf, dat is daar waar de runderen naar binnen komen en de halsnede wordt toegepast, daar hebben we wel toegestaan dat mensen, mits conform de kledingeisen die we hebben gesteld, dat 1 persoon per organisatie daar naar binnen mag en mochten ook zelf een halsnede toepassen. René Goosen, de nieuwe directeur van Sjoerbeef NV, meer bekend als abattoir, tegenover onze nieuwsdienst. Hij is al 6 maanden de nieuwe directeur van dit slachthuis.